Lieve mensen, mijn naam is John van der Rijt. Vandaag vanuit de bejaardenafdeling van ons bedrijf. Leuk dat jullie weer kijken. We zijn aanbeland bij aflevering 70. Leuke week achter de rug. Wat hebben we zoal gedaan? De BMW M5, die Blue Marina Bay kleur. De enige in Nederland. Compleet gedetailed en showroom klaargemaakt. Wat carbon accenten aangebracht. BMW E30, een project waar hier al een tijdje bovenop de zolder stond. Zijn we weer met verder gegaan. Audi RS4 komt voorbij, de V8, met een automaatbak, D-amontage, een sensorwissel bij die bak. Audi RS6 Daytona grijs verkocht, inderhaal van een hele mooie BMW M3 Competition. Miltek uitlaat onder die RS6 gebouwd, komt voorbij. Audi RS6 Performance verkocht uit 2016. Daar hadden we in eerste instantie een Range Rover op ingeraald, maar die klant heeft die auto zelf verkocht. Dus geen inruil. Deze auto hebben we weer op een leuke, spectaculaire manier afgeleverd. Op de brug, met rook, verlichting, muziek, noem maar op. Maserati Levante is ingeraald, die komt voorbij, van 2018. Audi S4 is verkocht, die komt voorbij. Polo GTI van 2019 met een Miltek systeem, die komt voorbij. Ja, het is te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 70. Dat je zo blij kunt zijn met een paar nieuwe werkbanken. Staat erg ziek in de werkplaats. We beginnen deze week met de Porsche 996-4S Cabriolet. Deze is verkocht, gaan we klaarmaken. Ook de SL324V is verkocht. Dus die gaan we zo meteen naar buiten rijden en zorgen dat we de afspraken die we gemaakt hebben nakomen. Audi RS6 is een paar weken geleden al verkocht. Die wordt nu nog voorzien van een beurt. De bougies zijn aan de beurt. Filterwerk. RS6 Performance in sepang blauw. Originele delen, interieurfilter, luchtfilter. De diffolie. Twee nieuwe harmonica hoezen, die gaan nog eens een keer stuk. En dan dus de bougies. Zie je, deze is ook gescheurd. Dus direct bij de beurt twee nieuwe monteren. Audi Q5 voor het plaatsen van nieuwe logo's. En een mooi verlagingssetje zou hem niet meer staan. Dat gaan we misschien binnenkort nog doen. Mooie uitvoering. Staat alleen te hoog op zijn poten. Ook de verkochte Carrera 4S. Die snakt naar een beurtje. 6 nieuwe bougies. Luchtfilter wordt gedaan. De oliesensor wordt vervangen. Oliefilter wordt gedaan. BMW E30. Deze hebben we al geruime tijd. Volgens mij staat hier al een jaar of 6. Auto loopt niet meer. Benzine is over de datum. Die heeft die hele bijzondere geur als je benzine over de datum is, dus verrot is. Dan zit er zo'n doordringende lucht aan die brandstof. Dan ruiken we bij deze auto ook. Dus nieuwe benzine erin. En we hebben even de accu-hulp eraan gehangen. En dan gaan we kijken of die auto rondgaat. En daar goed, hij heeft verwarrend binnengestaan. Hij is rijdend weggezet. Dus dat zou goed moeten komen. Maar we gaan even kijken wat we kunnen doen. En dan gaan we hem afbreken. En dat wil zeggen alle delen demonteren. Want we moeten een paar delen laten spuiten, we laten de neus spuiten, heel de zijkant laten we spuiten en dan gaan we hem waarschijnlijk toch in de verkoop doen. Dus wie weet binnenkort meer voor de E30 liefhebber. Ja,
Ja, dat blijft toch een heel leuk moment als een auto dan na jaren stilgestaan te hebben toch vrij vlot weer aanslaat. En ja, dan kunnen we nu beginnen met het afbreken van deze auto, dus het demonteren van de aanbouwdelen. En dan gaan we hem wegbrengen. En dan komt hij binnen 2 weken denk ik weer terug. En dan kunnen we weer opbouwen en ja, poetsen binnen buitenkant. En ik ben benieuwd. En dan gaan we kijken of we afscheid gaan nemen, ja of nee. De SL 324 klepper, die is nu aan de beurt. De Audi S4 is ook verkocht. De klanten willen graag de spiegels in de kleur van de auto. Gaan we ook regelen. Dennis is bezig met het detailen van de Seat Leon Cupra 280. Hier ligt de karterpan eronderuit van de automaatbak van de verkochte SLK 200 compressor. En nu vossenstaart aan de binnenspiegel. Matje kammen. En snap op de cassette recorder. En even genieten van die BMW E30. Erwin rijdt met de BMW, ik rijd met de SL. Hij gaat nu naar de spuiter. Is toch gaaf? 116.000 kilometer gelopen. De volledige historie aanwezig. Mercedes 300 SL. 24 klepper. De auto is echt helemaal dadeloos. Leuke opties erop. Ondertussen is verkocht aan een liefhebber. We hebben zojuist de APK uitgevoerd. 4 nieuwe Michelin banden gemonteerd. En daar kan hij eigenlijk al vrij snel geleverd worden. Nu nog even een auto wegbrengen, de BMW E30. Die hebben we nu al vanaf 2014 staan of zo. En die gaan we even weer tot leven wekken. Nou, hij loopt alweer, dat hebben jullie straks gezien. En er moeten een paar deeltjes gespoten worden. En dan is het of hij gaat weer terug in de collectie, of we gaan hem in de verkoop gooien. Moeten we even kijken. Eerst even genieten van deze prachtige 300 SL. De nieuwe oliedruksensor van de 996 4S. En dit is de oude. Die nieuwe moet dus geplaatst worden en die gaat hierboven in het hoekje. Wordt hij erin geschroefd met een o-ringetje, stekkertje erop en dan werkt hij weer. Op dit moment rijd ik in de Audi RS6, de Daytona Grijze 2014. 2 weken geleden binnengekomen. Nu alweer verkocht, zaterdag klanten voor geweest. Hebben een prachtige BMW M3 Competition ingeraald in 2017. Ook een hele mooie auto. Wat moeten we doen in deze auto? Eigenlijk niet mega veel. Er moet een Miltek uitlaatsysteem ondergebouwd worden, een cutback. Hebben we besteld. Ik ben nu onderweg naar het inbouwcentrum. Die gaan het alarm keuren wat er al op zit. Het moet even gekeurd worden voor de jaarlijkse controle. Precies moet gedaan worden, olie moet gedaan worden. En dan kunnen we over tot leveren. En dan komt er een hele mooie BMW M3 op terug. Altijd leuk. Audi RS6 geparkeerd. Blijven we toch van die fantastische auto's. En we gaan hem nu meenemen, deze Audi Q5. We zitten nu in de Audi Q5. Een nardo grijze kleur. Ik ben niet helemaal zeker, want volgens mij is hij ietsje donkerder. Verder die virtuele cockpit erin. Navi. Carbonafwerking in het interieur. Die mooie dikke stoelen erin. Dus we hebben een alarmstemming gebouwd. En we gaan nu weer terug naar de zaak. En dan kan de klant zo meteen de auto weer ophalen. Ik zeg zakken. Al een klant op bezoek voor de Leon Cupra. Met inruil van een FR Ibiza. Eigenaar van deze Audi A4 1.8 TVSI. Geeft toch de voorkeur aan 19 inch in plaats van 20 inch. Dus hebben we een nieuwe set 19 inch voorbesteld. Om er zeker van te zijn dat alles goed staat uitgelijnd, toch voor de zekerheid even uitlijnen. Want het is natuurlijk een helemaal nieuwe set. Het zou jammer zijn als deze sneller zou slijten dan nodig is. Dus hij wordt nu op alle 4 de wielen even uitgelijnd. En dan kan deze man hopelijk weer lang genieten van zijn nieuwe bandjes. Het probleem bij de CLA 45 AMG lag niet alleen aan de draad die aan de airbag vast zat, wat wij in eerste instantie dachten, maar ook aan de kabelboom die loopt langs de stuurkolom af. Daar zat nog een kabelbreuk in, die hebben we hersteld en nu is de storing 100% opgelost. Audi RS4 hebben wij een paar weken geleden een keer opgehaald met een versnellingsbakstoring in overleg met de eigenaar gereset. Storing is teruggekomen, dus nu moet ik toch heel die automaatbak eronderuit.
vanuit de verkochte BMW 520i uit 2010 even een dingetje. Ik kreeg een berichtje van Werner Valks en ik kan het beter even een stukje voorlezen. Hallo John, even een vraagje. Mag ik samen met mijn zoontje Brent, die zaterdag 8 wordt, vandaag dus, een keer een bezoekje brengen aan je showroom en je mooie collectie bekijken? Of hebben jullie dat liever niet vanwege corona? Helaas heb ik 17 maart te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. En we proberen nog zoveel mogelijk leuke herinneringen te maken met ons gezin. En elke week als we aan het kijken zijn, naar Keek op de Week, vraagt mijn zoontje of we een keer kunnen gaan kijken daar. Werner, natuurlijk. En dit is eigenlijk een berichtje aan je zoontje Brent. Brent, jullie zijn van harte welkom bij ons op de zaak. We gaan wel even met een mooie dikke auto rondrijden. Dan knallen we een keer door de straat heen van Uden. Dus neem je vader mee. Ik wil je van harte feliciteren met je 8e verjaardag, lees ik er. En ik zie jullie wel een keer verschijnen. Stuur me maar een privéberichtje. Dan gaan we dat plannen en dan gaan we dat zeker regelen. Dus ik zie jullie binnenkort wel een keer verschijnen. Nogmaals, stuur even een berichtje. Dan gaan we dat zeker regelen. Ik wens je een hele fijne verjaardag en tot snel. De velgen van de Carrera 4S worden nog gebalanceerd. Bougies zijn ondertussen gewisseld. Verkochte SLK 200 heeft een lekkage bij het reservoir van de ruitensproeivloeistof. Nou, waar die lekkage zit is wel duidelijk. Moeten we natuurlijk even oplossen. De gedemonteerde automaatbak van een RS4. Die ziet er dus zo uit. Het is een flinke jongen. En dit is het gat wat er geslagen is door het demonteren van de versnellingsbak, de automaatbak. Flinke klus. De laatste hand aan de 996 4S. BMW M5 is vorige week naar Bestoren geweest. Die hebben we even een keer nagelopen. De 20 inch Hoogland zwarte velgen gemonteerd. Die 21 inch velgen die hieronder lagen, die hebben we eraf gehaald omdat we die gaan plaatsen onder die blauwe M5. Ook die donkere wielen staan hem erg goed. Volkswagen Polo GTI. Voor de montage van een Miltek uitlaatsysteem. Een hele dikke uitvoering. Vrouwenlief rijdt met deze auto. Manlief die pimpt hem dikker en dikker. Nog even een beeld van de Polo GTI met originele uitlaat. Ook nog vrij nieuw. Maar deze gaan we tot aan de OPF filter verwijderen. En dan komt er een Miltek systeem onder. Het is tijd om de 996 4S te gaan leveren. Het is natuurlijk het uitermate geschikte weer voor dit soort auto's. We gaan naar Amsterdam. Prachtige bolide, X51 WLS uitvoering, stond er maar eentje te kopen in Nederland. De Panamera is ook verkocht, even tanken. En het nieuwe uitlaatsysteem voor de Polo GTI. Je kunt zien wat het verschil is. Demper minder, grotere diameter pijp. Mooie eindstukken. En hier zit hij alweer gemonteerd. Van die mooie carbon eindtips. Mooie plaatjes met die nieuwe verlagingsveren eronder.
gaan bij deze auto waarschijnlijk toch het turbobacksysteem monteren. Dus binnenkort komt deze nog wel eens een keer terug. Een hele mooie verschijning. Staat perfect op zijn wielen. De carbon splitters zijn binnen van de M5. En een Miltech systeem monteren onder deze Audi RS6. Staat wel lekker vol met RS'en. De BMW X5 50i is ondertussen zo goed als klaar. Zoals jullie van ons gewend zijn, pimpen wij best wel vaak auto's naar een hoger level. Andere wielen, chrome delete, verlagen, noem maar op. Dikke Miltech eronder. We hebben nu een nieuwe stageloper. Onze Brian. Die loopt hij nou? 2 weken? Ja, 2 weken. 17, bijna 18. En we hebben eigenlijk een pimpbeurt beloofd. Dus we gaan even naar de plaatselijke kapster. En dan gaan we eens even kijken of we hier iets moddervets voor kunnen maken. Dus, jullie zien zo meer. Kom, kom maar. Hier komt hij te zitten. Dan mag ik zelf even nog niet zien wat er gaat gebeuren. Ik ben erg benieuwd. Bril af. Zelfs de wenkbrauwen worden bijgewerkt. Brilletje weer op. Ja, ja. Nieuwe Brian. Audi RS6, 700 pk. Heeft een kleine motorstoring. Lapbazonde hebben we nu gewisseld. Waarschijnlijk dat dit de oorzaak was van de storing. Hele dikke uitvoering, ook met de Miltech uitlaat. We gaan de Mercedes SLK 200 compressor afleveren aan de nieuwe eigenaar. Hele leuke nette cabrio. De vorige auto van deze nieuwe eigenaar was een Fiat Bagetta. Die heeft hij zelf verkocht. En nu is het dus tijd voor deze dakloze SLK 200K. Een van de eerste auto's, niet één, de eerste auto met een volledig automatische hardtop. Even nog wat foto's schieten van de SLK voor de rijdzederwand. De Miltech onder de RS6, de Daytona Grijze die ook verkocht is. En daar gaat hij dan genieten van de zon in die prachtige nette SLK. BMW M50D op de brug, lekke luchtvering, de balgen achter zijn lek, hij staat sporens met zijn billetjes op de grond, dus de luchtleiding losgehaald en er komen links en rechts nieuwe luchtbalgen onder. Hier liggen ze op de grond, de oude en de nieuwe. Hij blijft heerlijk met die grote taartschep. De 488 is weer even terug. De luchtbalgwissel bij de BMW X5. Wederom een monsterlijke Miltech RS6. De verkochte Civic Type R VTEC Turbo
Een hele bijzondere auto, staan er maar enkele te kopen in Nederland. Is toe aan een servicebeurt. Volvo op één keer al. Dennis is bezig met het detailen van de BMW X5 50i, die 4.4 V8. En ja, morgen klagen we weer dat we een buikje hebben. Maar vandaag nog even genieten van een lekker vers ijsje. Komt hier één keer in de week langs gereden. Ja, dat kunnen we toch niet laten, hè? Dankjewel. Gewoon een feestje. Bedankt. Dankjewel. Eet smakelijk. Ik wens jullie heel veel plezier. En ook in de vrije tijd stroomt benzine door onze aderen. Hier Bobby Houbraak aan kop. Dochter van onze chefwerkplaats. Erwin Houbraken, die gaat hier als de brandweer over de circuit heen. Prachtig om te zien. Ondertussen is de automaatbak weer gemonteerd onder de Audi RS4. Op dit moment vullen we de automaatbak weer met versnellingsbakolie, met automaatbakolie. Dan kan zo meteen de aandrijfas naar achter weer gemonteerd worden. De uitlaat. Verder alle aanbouwdelen, de wielen en dan gaan we kijken of het probleem is verholpen. Kan niet missen, maar eerst even testrijden en dan kunnen we de klant bellen om de auto weer op te halen. Met deze pomp pompen we dus die nieuwe versnellingsbakolie erin. Audi RS6. Ook bij deze auto moeten we een afleverbeurt uitvoeren. Bougies zijn bij deze ook aan de beurt. Alle 8. Onder scherp toezicht. Onze stageloper Marijn van der Rijt. Jong geleerd. Oud gedaan. Hij was super trots. Was allemaal goed gegaan. Volkswagen Polo GTI voor een interne motorreiniging. En Tom is nog volop bezig aan de Audi RS4. Volkswagen Amarok. Die staat hier voor een schadereparatie. Afleverbeurt van de RS6 kunnen we bijna afvinken. Bougies zijn gewisseld alle 8. Hier liggen de oude. De oude deur van de Amarok. En de nieuwe zijn we nu aan het passen. Kan zo meteen weggebracht worden deze auto naar de spuiter. Rijdt normaal heel het jaar in Oostenrijk deze auto. Tom monteert de uitlaat weer terug onder de RS4. We hebben een paar weken geleden een Miltek ondergehangen. En hoe sexy kan een auto zijn. Blue Marina Bay, BMW M5, X-Drive, 2018, 42 gelopen, 600 pk. Prachtige verschijning. Carbon nieren geplaatst, carbon splitters geplaatst, natuurlijk binnen- en buitenkant compleet gedetailed. Echt een super gave kleurstelling. Die dikke M5 stoelen, prachtig interieur met een leuke stuur met die rode knopjes M1, M2. Compleet Alcantara hemelbekleding. M5 met een open dakje. Rolgordijnen. Dat super chique Bose & Wilkins audiosysteem. Dashboard volledig in het leer overtrokken. Wat een sound, hè. Ze komen van steeds verder. S500, verlengd. Helemaal uit Japan. Door een bedrijf in Helmond op kenteken gezet. En verkocht. Kijk eens aan die achterdeuren.
Wat een deuren. Gigantisch veel beenruimte. Dan heb ik het natuurlijk wel bij elke auto, maar bij deze nog meer. Deze auto heeft een probleempje in de motor zitten. En zit een beetje met handen in het haar. We hebben deze auto, die gaan we nu dus spoelen. We hebben hem gespoeld. We hebben de klant daarna nog gesproken. Erg tevreden. Het probleem is opgelost. Dynamic Flush, die kan natuurlijk, wij kunnen niks in die motor repareren. Maar alle problemen die ontstaan door vervuiling, die kunnen we natuurlijk wel, wel oplossen en aanpakken. Die heerlijke V8. Nieuwe voorraad, Audi A6 2 liter TFSI. Nieuwe eindstukken voor de RS4, ook deze hebben we gepoedercoat. Dit is de zojuist geloste A6 uit 2016. En de eindstukken gemonteerd op de RS4. Voor dit hebben we gewoon een ruilsysteem. Ondertussen is de E30 aan de beurt. Heel het kopje wordt gespoten. De linkerzijkant wordt gespoten. De RS4 tevens voorzien van zwarte Audi ringen. En een zwart RS4 logo voor en achter. Ook de ringen voorin, de grill vervangen. Kijk op de week. Jaren geleden deze Q7 verkocht aan een klant van ons. Ik heb hem al jaren niet gezien, maar ik kreeg deze doorgestuurd. Hij kijkt ook de keek op de week. Dit is wel mooi om te delen. 500.000 aan kilometers. Fantastisch. Mo, geniet nog van je Q7 en ik hoop tot binnenkort. RS6 klaarmaken voor levering. SLK 350 op bezoek. Voor wat onderhoud, uitlijnen, nieuwe bandjes. De Ford Mondeo is... Die wordt nu klaargemaakt voor levering. Nieuwe remmen achter, een beurtje, 4 nieuwe Pirelli's. De Seat Leon Cupra 280 heeft het internet niet gehaald. Deze was al verkocht voordat deze online kwam, door middel van de post op Facebook. Inruil van een Seat Ibiza FR van 2016. Ik moet zeggen, Seat doet het elke keer wel erg leuk met deze modellen. We gaan op sommige puntjes nog iets verder dan de Golf uit dezelfde familie. Hij gaat ons alweer verlaten. Wel leuk, hij blijft in Uden. Mooie verschijning. Hele gave kleur, het is geen wit, maar een beetje wit met een grijs tint erin. Audi R8 voor een nieuwe achterband. De V10 Spider. We'll be right back.
Mooie auto. Super. Was weer erg leuk om te doen. Mooie verrassing voor de nieuwe eigenaar. Even de confetti van de auto afhalen. Op dit moment een Golf 5 GT in de werkplaats voor een interne motorreiniging. Ook deze gaan we natuurlijk binnenkant weer compleet schoonmaken. En dan is het zover, de RS6 is weer netjes uitgezogen en ontdaan van de confetti. En die gaat nu vertrekken. Ze waren hier aangekomen met een BMW M6. Een Grand Coupé. Twee serieuze auto's bij. En nu kijken wie het eerst thuis is. Onze buurman Sjoerd voor een onderkant van deze Jeep SRT. Complete dinitrolbehandeling, een anti-roestbehandeling op verzoek van onze klant. Daar zijn onze buren in gespecialiseerd, dus daar besteden wij mooi uit. Sjoerd is gespecialiseerd in het smerige werk. Grapje, jongen. De Audi RS6 wordt weer opgehaald naar de reis. Het probleem is opgelost. Vocht aan de Dynamic Flush machine. Ook deze heeft een interne motorreiniging nodig van Dynamic Flush. De Audi S4 uit 2018 wordt nu opgehaald. Voor de aflevering twee nieuwe banden gemonteerd en de spiegels laten spuiten in de kleuren van de auto. Ook nog twee van die projectielampjes gemonteerd onderin de voorportieren met het Audi Sport logo erin. De klant staat ondertussen al te wachten. Als je goed in de gaten houdt, komt links een nogal opvallende auto in beeld. En nee, het is geen Porsche, maar een Porsche GT3 RS groene Audi A3 1.4 TFSI 3x S-Line met een unieke Audi exclusief kleur erop. De Panamera staat ook klaar om opgehaald te worden. De klant is nu hier om de auto in ontvangst te nemen en een mooie Maserati komt ervoor terug. Tom is ondertussen bezig met de Golf GT, de 1.4 TFSI. De beurt verder afwerken, ook deze krijgt nieuwe bougietjes. En zelfs bij een 1400 TFSI draaien we de bougies aan op het juiste moment. En hij gaat ons verlaten. S4 2018. Fantastisch mooie volle auto. In ruil van die Audi A3. De Porsche is weer even naar binnen gegaan. Er was een probleem met de tenaamstelling. Met een storing met de tenaamstelling. Ondertussen is het probleem weer opgelost. Dus we hebben de auto. Gaan we nu weer naar buiten rijden. Zou even niet doorgaan de levering. Maar gelukkig is nu het probleem opgelost. Dus we gaan hem weer naar buiten zetten. En toch weer over tot levering. Dan komt op terug wat ik al zei. Maserati Levante. Een 3 liter V6 diesel. Uit 2018. 47.000 kilometer gelopen. Vol in de opties. En daarvoor terugkomt dus deze Porsche Panamera E-Hybrid. De 2,9 V6 biturbo.
sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Deze gaat richting Amsterdam. Prachtige verschijning. Ondertussen staat de BMW X5 50i, dat is een 4.4 V8 X-drive, klaar om gefotografeerd te worden. We hebben 22 inch breedzet lichtmetaal gemonteerd. Hele mooie uitvoering, M-Sport uitvoering. Die sportstoelen, het brede navigatiesysteem, panoramadak, helpdisplay. Deze week online. We gaan zo over tot levering van de Ford Mondeo. Staat ook klaar. Inruil van een Mazda 6 uit 2009. 214.000 kilometer. Die auto is alweer verkocht aan een collega autobedrijf. De ingeruilde Mazda 6 en hier staat de Mondeo klaar. De klant is ondertussen gearriveerd, spullen overleggen en gaan. Dit is de ingeruilde Mazda 6, wat ik net al aangaf, al verkocht aan een collega autobedrijf. We hebben een hele mooie deal kunnen sluiten met Heelsoet, hagelpak in het Nederlands. Het is een pak voor je auto. Dus een beschermlaag voor je auto tegen hagelstenen en wel tot 6 centimeter groot. Stel je hebt een mooie heilige koe waar je heel erg zuinig op bent en je hebt geen garage bij je huis. En er komt een flinke hagelbui aan. Pak hem even in. Je legt hem over je auto heen. Je stopt de stroom in de sigarettenaansteker. Je pompt hem op met het knopje wat erbij zit, met een kastje. Lintjes maak je even vast aan je velgen. Kan hier ook niet afwaaien, want vaak gaat natuurlijk een hagelbui gepaard met flinke windstoten. Je pompt hem op en dan is je auto gewoon compleet beschermd. Stel je gaat naar het Gardameer en je hebt wel een garage thuis, maar je bent op vakantie, staat op camping. Neem dat ding even mee, want daar hagelt het nogal vaak en nogal hard. Leg hem eroverheen, pomp hem op, haak hem vast en je auto is beschermd tegen 6 centimeter grote hagelstenen. Wat hebben we kunnen regelen? We gaan er eentje weggeven. Dus eentje gaat gratis weggegeven worden. Abonneer op ons YouTube kanaal. Volg ons op Instagram. Like onze Facebook pagina. En als je die drie dingen hebt gedaan, zet je in een reactie onder het YouTube filmpje. Dus onder dit filmpje zet je in een reactie. Ik heb het alle drie gedaan. En dan gaan wij uit die reacties iemand verloten die deze gratis op mag komen halen. Verder hebben we nog een mooie deal kunnen sluiten. Heb je hier interesse in en ben je niet de gelukkige die zo'n ding gratis heeft gewonnen, ga dan naar heelsoet.eu. Ik zet het hieronder even in beeld. Bestel zo'n Heelsoet, vul in kortingscode RIJD KEEK OP DE WEEK 2020 en je krijgt 30% korting. 30% korting. Dat is een hele mooie aanbieding, speciaal voor jullie als kijkers van KEEK OP DE WEEK. We laten in de filmpje natuurlijk even zien hoe het werkt. Dan gaan we hierachter plaatsen. En dan zie ik jullie reacties wel verschijnen. Tijd om de Daytona grijze Audi RS6 af te gaan leveren. Inruil van een BMW M3 Competition uit 2017. Nu een proefrit met de 520i uit 2010
met inruil van misschien deze Kia. Dus de klant nog niet helemaal uit. De ingeruilde, of de in te ruilen BMW M3 Competition. En het afleveren van de Daytona Grijze RS6. Dit was jou weer Rijd Kijk op de Week aflevering 70. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet die leuke actie van Heel Zoet. We gaan natuurlijk deze verloten, dat is één. Maar wil je zo'n Heel Zoet hebben voor je auto? Ga even naar de website heelzoet.eu. Bestel daar die Heel Zoet. Vul in kortingscode Rijd Kijk op de Week 2020. En je krijgt zomaar 30% korting als kijker van Rijd Kijk op de Week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Graag zie ik jullie terug volgende week bij aflevering 71. Fijn weekend en tot volgende week.